De gelden van het Nationale Plan Onderwijs komen vrij. Er komt heel veel geld vrij. Maar waar wordt het geld aan uitgegeven? En is het eigenlijk nodig? Is het op deze manier nodig? En moet het volgens de menukaart die wordt vrijgegeven door het ministerie? Wat kunnen leraren in eigen hand nemen? Waar gaan de besturen over? Afijn, hoe gaan we hiermee om? En zijn we eigenlijk wel op tijd? Als we nu al aan het formeren zijn, al moeten gaan nadenken hoe we volgend jaar in moeten gaan zetten, is het eigenlijk wel structureel? Met andere woorden, is het een soort van deltaplan als het een nationaal plan is? Of worden het toch weer zandzakken die straks geldzakken blijken te zijn, die als die weggespoeld zijn, alles weer doorgaat zoals het voorheen ging? Ik heb onlangs de publicatie geschreven Werk voor de Reunie, waarbij ik terugkijk vanuit de leerlingen die les hebben gehad. Wij dus allemaal, wat zeggen we over wat een goede leraar is, wat goed onderwijs is? En als we dat weten, wat moet een leraar dan vandaag, wat moet een schoolleider dan vandaag en een bestuurder in eigen hand nemen? Op 11 mei houd ik een webinar en ik nodig je daar van harte voor uit om na te denken over de gelden van het Nationale Plan Onderwijs. De kern van de zaak, dat wat we niet af mogen geven en dat wat we in ieder geval moeten veranderen om na deze periode beter op de rails te staan voor het vervolg. Je krijgt er deze publicatie bij als je je aanmeldt en je bent van harte welkom. 11 mei, 7:30. Graag tot dan.